Hallo bloemisten, leuk dat je kijkt naar de eerste vlog van VBW. We willen vanaf heden elke maand proberen jullie een beetje bij te praten over de actualiteiten in de detailhandel van bloemen en planten, wat er allemaal speelt bij VBW. En dat willen we via deze manier bij jullie brengen. Eerste onderwerp wat we in deze vlog willen laten langskomen is de komende verhoging van de BTW. Het kabinet heeft plannen om de BTW van 6 naar 9% te laten stijgen, ook op bloemen en planten. Nou, als VBW zijn we daar absoluut op tegen en dat willen we ook gaan voorkomen. Samen met MKB Nederland zullen we vanaf 14 april een grote campagne gaan starten. Zeg nee tegen meer BTW. We zullen als VBW ook op het Binnenhof gaan uitpakken. Op een hele leuke, ludieke manier zullen we het kabinet gaan overtuigen dat een verhoging van de BTW op bloemende planten eigenlijk gewoon echt een heel slecht idee is. Nadere informatie over die campagne en alles wat er gaat gebeuren, dat volgt via de media van de VBW. Op 5 en 6 september organiseert VBW voor het eerst sinds een heleboel jaren weer een groot landelijk vakevent. En ik ben er best wel trots op dat we dat weer gaan doen en dat we dat jullie bij deze ook kunnen melden. Het event zal plaatsvinden in de Basiliek in Veenendaal. En er komt een uitvoerig programma wat interessant is voor ondernemers, medewerkers, studenten en alle vakgenoten. Woensdag 5 september zal in het teken staan van het vak, ondernemers en medewerkers. Er zullen demonstraties zijn, workshops, de finale van het NK Bloemziekunst vindt plaats, de VBW Flower Cup. En als klap op de vuurpijl hebben we de wereldkampioen Alex Choi op het podium staan. Donderdag 6 september zal met name een onderwijsdag zijn en nodigen we alle AOC-scholen uit om die dag het vakevent in Veenendaal te bezoeken. Noteer de datum alvast in je agenda en nadere info volgt via onze website. Een ander thema waar we nogal druk mee zijn is AVG. Dat staat eigenlijk voor de nieuwe wet op de privacy. Bloemisten zullen vanuit die nieuwe wetgeving echt heel veel moeten veranderen in het gebruik van data van klanten en van medewerkers die je zeg maar op dit moment al verzameld hebt. Klanten zullen toestemming moeten gaan geven dat je die data gebruiken mag en dat je die bewaren mag. En ook medewerkers zullen daar toestemming voor moeten geven. Dat betekent dat je in je bedrijfsvoering echt heel veel moet gaan aanpassen. VBW heeft hiervoor allerlei handige hulpmiddelen ontwikkeld die je kan zien op onze website. De juridische dienst en VBW online bieden ook allerlei vormen van ondersteuning. En zorg ervoor dat je voor 25 mei ook echt AVG-proof bent, want anders heb je straks toch echt wel een probleem. We zijn hier in de studio van Flower Factor. Flower Factor is het bedrijf van onder andere Pim van der Akker. En Flower Factor is initiatiefnemer van Groen Doen in de Klas. Hier zijn onlangs opnames geweest voor het project Groen Doen in de Klas. Groen Doen in de Klas is een uitgebreid lesprogramma waarbij basisschoolleerlingen in Nederland elke week 1 uur groen onderwijs krijgen. Dat wordt ingevuld op diverse manieren. Er zijn huiswerkopdrachten, er zijn themaopdrachten die op school gedaan kunnen worden. Er worden gastlessen verzorgd door bloemisten en andere bedrijven uit de groene sector. En op die manier willen we jonge basisschoolleerlingen in aanraking laten komen met al het moois wat ons groene vak te bieden heeft. Als VBW ondersteunen we dit waardevolle initiatief en maken we dit onder andere mede financieel mogelijk. Dit was hem dan, ons eerste vlog. We hopen dat jullie dit leuk, interessant vonden en we zijn in mei bij jullie terug. Heb je tussentijds vragen, dan weet je ons via de bekende kanalen te vinden. Doei! Hoi!